start valt. Die begint met een galopade voor Castello. En iets verder weg ligt de trainingsgenoot. Die begon voor het startpunt met een fout. Fiorano. Uitgeschakeld, nummer 5 galop. Outsiders vooraan op dit moment. De favoriet nog wel in de achtervolging. Gaat de aansluiting ook zeker nog bewerkstelligen. Maar leiding is voorlopig even in handen van het nummer 1 van Buncio CD. Buncio CD wordt gevolgd door Velton Bellagio. Buitenkant ligt Robin Bot met Sevilla As. Die probeert wat naar voren te komen, maar ziet dat dat niet lukt en gaat nu naar achteren. Wordt binnendoor ingehaald door Flo Hazelaar. En ook binnendoor wordt hij ingehaald. Flo Hazelaar springt daar zomaar weg. Binnendoor ook ingehaald door Conroy. 12-7 de opening. Uitgeschakeld nummer 2 galop. Nog altijd is het Robin niet gelukt om in te parkeren, want nu zat Patrick de Haan ertussen. En nu gaat Bas Krewas ook bij hem binnendoor. En sluit ook aan de start van het veld Fiorano aan. En zo zijn de deelnemers in de linkerbocht. Rotegatter in de Rotegatter-stijl leidt met Buncio CD. Daarachter Simon Woudstra, mag je ook rustig zeggen, in de Simon Woudstra-stijl met Velton Bellagio op plaats 2. En daarachter ligt Conroy, het eerste paard aan de buitenkant, maar daar is hij al een tijdje, is Sevilla As. En die heeft inmiddels de favoriet op de rug gekregen, Fiorano. Ziet er nog niet eens hopeloos uit voor de favoriet, terwijl hij toch bijna 100 meter moest goedmaken. 20-9 de tussentijd, dat heeft weinig gekost om dat gaatje dicht te lopen. Eens kijken wat er nog is in de slotronde. We gaan de laatste ronde nu in en de leiding is voor Buncio CD. Buncio CD, daarachter Velton Bellagio. Dan aan de buitenkant Sevilla As. Binnenkant daarachter ligt Conroy. Tweede spoor daarachter Fiorano. En laatst aan de binnenkant is Leonie F. Boko. Rotegatter mag het tempo bepalen, doet dat al de hele weg en gaat als eerste de rechte lijn overzijde voor de laatste keer in. Met Buncio CD, daar komt aan de buitenkant dichter bij Sevilla As. Sevilla As geeft nu flink gas bij en komt heel dichtbij, komt tot op een lengte. Daarachter aan de relingzijde ligt nog altijd Velton Bellagio, 16-8 tussentijd. En ook Fiorano loopt onopvallend makkelijk mee, ligt op plek 4. Zo gaan de paarden de laatste bocht opzoeken. Fiorano nu naar plaats 3. Naar de binnenkant is gegaan Sevilla As. Fiorano rijdt door en zo komen ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding is nog altijd voor Buncio CD. Dat hij nog partij krijgt van Fiorano hadden we 2 ronden geleden niet durven voorspellen. Dit was het punt waarop hij zojuist sprong voordat de start viel. En inmiddels ligt hij op de rug van de leider. Gaan de laatste rechte lijn nu in. En dan komt Fiorano aan de buitenkant. Aan de binnenkant is het Buncio. Buncio Fiorano. Als Fiorano dit redt mag u rustig een applausje gaan geven. Hij is er nog niet overheen. Buncio aan de binnenkant, Fiorano aan de buitenzijde. Op weg naar de streep is het Buncio voor Fiorano. Laatste 500 meter 13-6. Derde plaats voor Conroy. 1:15:07 voor de winnaar.